Die Hague Highlights, zo heet dit lichtfestijn. En met deze piano wordt licht geprojecteerd op het Kurhaus in Scheveningen. Met elke toets die wordt aangeslagen verschijnt een ander lichtje op het bekende hotel. Wat je heel goed ziet is de relatie en ook de onvoorspelbaarheid op een bepaalde manier tussen het spelen op de piano en wat je op het Kurhaus ziet. Nou, en wat je op het Kurhaus ziet vind ik wel heel erg spectaculair. De lichtshow met de piano is bedacht door een Utrechts ontwerpbureau. In Gent werd het eerder dit jaar uitgetest en nu is het dus te zien op het Kurhaus. Weet je, het indrukken van een toets, het hamertje wat de snaar natuurlijk aanraakt, dat wordt nu uitvergroot visueel. En iedere snaar in een piano, dat heeft natuurlijk weer een andere context samen met elkaar. En dat hoop je uiteindelijk een beetje te vangen hiermee. Maar het is zo gemaakt dat, mensen in de kamers hebben er geen last van. Maar je ziet echt heel mooi geaccentueerd eigenlijk die bijzondere lijnen en vormen en rondingen en alles op het Kurhaus. Maar ook op andere plekken in de stad worden gebouwen in de spotlight gezet. Op de Ridderzaal is vanaf vanavond ook een bijzondere lichtshow te zien. De lichtspectakels zijn tot en met 8 december elke donderdag, vrijdag en zaterdagavond te zien.